Goedenavond, beste kijkers van triathlon.be. Simon de Kuiper, voor ons zit een beroepssoldaat. Ja, statuutsoldaat en met hoedanigheid van topsporter. Ik ben topsporter bij Defensie sinds deze winter. Ik heb 2,5 maanden in Leopoldsburg mijn legeropleiding gedaan. En nu kan ik als topsporter eigenlijk trainen en voluit gaan voor mijn sport. En heb ik via het leger deze kans eigenlijk. Betekent wel dat je met wat achterstand aan het seizoen bent begonnen qua training en qua planning? Ja, die 2,5 maanden in Leopoldsburg was er zeer, zeer weinig tijd voor te trainen. Dat is natuurlijk een beetje wrang. De concurrentie ziet je volop trainen, beter worden op stage vertrekken en zelf zijn bezig met andere zaken. Maar ja, ik heb daar het vertrouwen in als ik rustig werk en train, dat ik tegen het einde van het seizoen wel opnieuw op topniveau zal zitten. En met de steun van Defensie de komende jaren kan uitgroeien tot een echte wereldtopper, hoop ik. Zoals dat Marino, Frederik, Jury, zoveel anderen dat mij voorgedaan hebben. De komende jaren, als we dan kijken naar de eerste 2 jaren, 2016, Rio, dat is nog altijd het grote doel, neem ik aan. Ja, de Olympische Spelen in Rio zijn echt wel het doel. En eigenlijk alles staat in teken van Rio. Alles kadert in een groter geheel om daar eigenlijk te presteren. Mijn persoonlijke ambitie is eigenlijk voor een top 8 te kunnen lopen in Rio. En dat is een uitdaging die ik graag aanga en eigenlijk een doel wat de moeite waard is om voor te werken. Dus. Daar heb je nog 2 jaar voor, daar kan je naartoe werken. Het Belgisch seizoen, dat komt er al heel snel aan. Ja, op 1 mei is er al BK ploegen. Dat willen we met de ploeg natuurlijk voor de zegen gaan. Later is er 6 juli, Belgisch kampioenschap kwartriathlon. Ik heb daar een titel te verdedigen en ik wil opnieuw de handschoen opnemen en de Belgische concurrentie daar partij geven voor een mooie strijd voor de titel. Op Twitter zijn de concurrenten jou al een beetje aan het uitdagen en ze gaan daar een beetje de strijd aan tussen Simon de Kuiper en Jelle Geens. Wat denk je ervan? Als er iemand mij kan kloppen, dan is het Jelle Geens. Anderzijds, er zijn nog heel veel andere goede atleten in België. Pieter Hemerijk, Maarten van Riel, Christophe de Keizer, in mijn eigen ploeg, Tom van der Hogestraat, Willem Brems. Er zijn heel veel mannen die uit de voeten kunnen op een zwaar parcours. Als zoals in Kortrijk kan de wedstrijd alle kanten uit. Dus ik denk sowieso voor een Belgische titel. Het is nooit makkelijk, maar ja, een strijd tussen mij en Jelle zou ik natuurlijk persoonlijk heel leuk vinden. Iedereen focust op Kortrijk, maar er is ook nog iets later, een goede maand later, Wustwezel, BK Sprint. Daar ben je ook titelverdediger. Zien we je daar terug? Nee, ik ga mijn titel BK Sprint niet kunnen verdedigen. Ik ga op hoogtestage half juli. En ik zou naar beneden willen komen, zoals ze zeggen, voor de wedstrijd in Tijovares. Dat is een wereldbeker en die valt eigenlijk in hetzelfde weekend. Ik denk dat redelijk veel Belgische atleten dat van plan zijn. Jelle Geens ook, Peter Dentener normaal gezien ook. Maarten van Riel weet ik niet juist, maar het gaat een open strijd worden in Wustwezel. Maar binnen de ploeg hebben we genoeg ijzers in het vuur om dat op te vangen. Denk aan Tom, denk aan Willem, en Ben, andere mannen, jonge mannen, Glenn van Hout, je weet nooit. Allee, alles is mogelijk. Als je kijkt naar internationaal, op dit moment zitten er al 4 Belgen, waaronder 2 mannen in Nieuw-Zeeland nu, eerst in Australië. Prikt het een beetje dat je daar niet bij bent? Ik had natuurlijk heel graag ook in Australië en in Nieuw-Zeeland van start gegaan. Het zijn hele mooie races. Het is een geweldig continent om te trainen. De meeste internationale toppers gaan daar nu ook al van start. Dus ja, ik wil er ook graag bij zijn. Maar ik moet eerlijk zijn, mijn niveau momenteel laat me niet toe om in die wedstrijden competitief te zijn. Dan moet je die investering niet maken, want het kost wel heel veel geld. En ik ga later op de maand, eind april, testen in Cape Town. Dat zit met de conditie en nadien gaat mijn seizoen van start. Dus Cape Town wordt voor jou de eerste World Triathlon Series wedstrijd van het seizoen? Ja, de 2 Brownlees staan op de start, Gomez, Mola. Ik zal direct met de voeten op de grond staan en weten waar ik sta, want alle kanonnen staan aan de start. Voilà, en ons kanon staat er ook bij. Simon de Kuiper, heel veel succes in 2014. Dankjewel, Hans.